Welkom bij een van de meest moeilijke materies uh, voor het, het Tweede middelbaar. Dus ik heb geprobeerd om uh, ook over de res publica, de republiek en de, de politieke achtergrond daarvan, en, uh, zo eenvoudig mogelijk filmpje te maken om u eigenlijk uit te leggen uh, wat dat inhoudt en uh, welke linken je kan leggen met andere beschavingen. Dus vandaag res publica en res publica betekent gewoon letterlijk zaak van het volk. Dus wij gaan proberen om, eh, om na te gaan of die Respublica in Rome, wat dat wel degelijk echt een zaak was van het volk, of wat dat enkel zo in naam was. En natuurlijk, als ik het zo zeg, dan heb ik eigenlijk al een dikke spoiler gegeven. Hè. Uh, we starten altijd met een situeren in tijd en in ruimte. Dus de Respublica situeren we in de Republiek, en dat zie je al centraal verschijnen. Dus Rome kende drie bestuursvormen. Vanaf de mythische starting, uh, stichting van de stad Rome in 753 Christus. Tot 5 voor Christus, wanneer de laatste koning werd verdreven, hadden ze een koninkrijk en een koninkrijk wordt bestuurd door een koning. Hè? Een koning, één persoon, alle macht. Nadien, ja, ze waren niet zo content van de koning, ze wouden meer uh, macht aan het volk, het macht meer verdelen. Hè? Res publica zaak van het volk, een republiek, waarover dit filmpje gaat. En binnen republiek heb je ook twee mannen bovenaan aan de top, en dat zijn twee consuls. Maar ja, die blijven niet eeuwig aan de macht, een koning en later een keizer, wel normaal gezien. Uh, Consuls die worden verkozen en om het jaar kunnen die pas. Ja, die kunnen maar één jaar zetelen en zoals met twee gaan we dit filmpje zien. Wat dat allemaal inhoudt, geen stress. En uh, dan moet hij weer tien jaar wachten. Dus eigenlijk is de macht niet zo gecentreerd rond één persoon. Uh, maar vanaf ja, net na keizer Octavianus, die de eerste keizer wordt, hè, keizer Augustus, krijgen we een keizerrijk met weer één persoon aan de macht. Hè, een keizer die alle macht heeft. Dus die andere twee, die lijken heel wat simpeler. Zijn ze ook wel van de republiek? Zit je meer een, met een verdeling van machten? Dat zit weer in tijd, weer in ruimte. Uh, de Republica de Republiek was een heel belangrijke periode voor Rome. Dat zie je aan die, al die kleurtjes. Want uh, in die periode is Rome eigenlijk groot geworden. In het Koninkrijk was Rome redelijk klein als stadstaatje. het Keizerrijk dat was Rome eigenlijk al groot. En het is vooral in de Republiek dat ze groter werden. Hè. Dus eerst de donkerrode macht over Italië. Dan uh, met de Punische oorlogen die we hebben gezien tegen uh, Carthago. Het rozige. Uh, dat ze een machtsspeler worden in het Middellandse zeegebied. 44 voor Christus: het Oranje met keizer hè, krijgen ze Gallië en een stukje van uh, Noord-Afrika erbij. En dan later, onder de eerste keizers, krijgen ze nog extra gebieden die er ook bij komen. Hè. Maar dus, vooral in de Republiek, dat ze die Mare Nostrum, dus rond de Middellandse Zee, uh, dingen toevoegen. Hè. Eigenlijk het is ook niet allemaal even juist zieker van kleuren, want Britannia, het Groningen waren ook al stappen gezet in de, in de republiek. Dus dat is niet helemaal zo fantastisch, maar het geeft nu eigenlijk wel een duidelijk beeld. Dus ja, er, zaak van het volk, republiek, die dingen die hebben eigenlijk best wel eens gehoord hè, bij de Griekse samenleving onder de naam democratie. En uh, je ziet daar eigenlijk wel een paar gelijkenissen in. Voor degene die niet meer zo vertrouwd is met het woordje democratie. Dat hebben we gezien bij het thema Athene, waar hier de Acropolis wordt afgebeeld. En dat is eigenlijk een samendrukking van de woorden Demos, Kratijn, als ik het niet perfect uitspreek. Alsjeblieft, slaag me niet dood met een cactus, want die ben ik niet zo geleerd in het Grieks. Maar het wil zeggen dat het volk heerste. En het volk in Athene, dat waren burgers. Dus wanneer gaan eens even kort zien, dat is dat in Athene, voordat we de vergelijking leggen naar Rome. Um, want dat is eigenlijk ook wel het doel, dat we wat dingen met elkaar proberen te kaderen. En we beginnen met het, het burgerschap. Hoe zat dat bij de democratie in Athene en hoe zat dat bij de republiek in Rome? Dat is eigenlijk de basis, hè? burgerschap. In Athene, um, wat we wel hebben gezien, is dat je burgers had, die hadden eigenlijk alle macht. Hè? Die waren, om een burger te zijn moest je 18 plus zijn, moest je een man zijn en moest je ouders uh, Atheens zijn, anders kon je geen burger zijn. Uh, heb je voor de rest vreemdelingen die geen hol te zeggen hebben, slaven die nog minder te zeggen hebben, en een restgroep. Uh, dat vind ik wel onerbiedig, maar dat zijn bijvoorbeeld vrije vrouwen en dergelijke, en, uh, en kinderen, minderjarigen. Dat is zogezegd een restgroep. Die heeft eigenlijk ook politiek niks te zeggen. Um, in Athene had je de democratie dat echt gestoeld was op die burgers. Dat zie je ook hier, dat was de organisatie beknopt. Je had een raad van 500, dat waren 500 uitgeloten burgers, belangrijk woord die werden uitgeloot. Uh, en die moesten een volksvergadering voorbereiden. Die waren wetgevend. Dus je had dan ook een volksvergadering natuurlijk, want die was voorbereid op de Raad van 500. Waarin alle burgers zaten. En uh, die mochten wetten bespreken en stemmen. Dus de wetgevende macht. Uh, die besluiten, dus die wetten kwamen dan bij magistraat terecht. Die waren ook weer uitgeloot in Athene. Uh, en die voeren al die zaken uit, de uitvoerende macht. En om alles te controleren dat goed gaat, heb je een volksrechtbank die je rechts spreekt als er iets ja, mispeuterd wordt. Hè. Dat is beknopt met hetgeen, met het principe van Athene, want die vergelijken ze met Rome. Dus hoe zat het nu eigenlijk bij Rome? Belangrijkst eigenlijk voor dit filmpje. In Rome had je een iets bredere organisatie. Je had patriciers, je had plebeers. En dat zijn de twee burgerstanden. Je had ook nog, net als in Athene, de vreemdelingen die niks te zeggen hebben, slaven die nog minder te zeggen hebben. Dat zijn eigenlijk gewoon bijzakingen. Patriciërs die kennen wij als de grootgrondbezitters. Dat zijn de rijken die hebben heel veel middelen. Plebeërs kennen wij als het gewone volk. In een landbouwsamenleving zijn dat vaak gewoon boeren. In Rome mochten die patriciërs zetelen in de senaat. Die plebeërs die zetelden vaak in de volksvergadering. Eigenlijk kon je ook als plebeer in de senaat, maar. Dat was wat moeilijker, dat gaan we ook zo wat verder in het filmpje zien. En dat was moeilijker omdat dat zo wat komt ja, door het systeem: dan dat Patricia vaak een patronus is, de plebeer is vaak een cliënt. Of plebeers zijn cliëntes. Um, dat systeem is voor een ander filmpje. Ik zal het even beknopt proberen uit te leggen. Als je het goed snapt, dan bekijk je het dat, dat andere filmpje hè, van Patronus Cliëntes. Uh, een patronus is iemand die uh, veel economische middelen heeft, die eigenlijk bijvoorbeeld ambitie heeft in de politiek. als een rijke mens. En die zegt: Hé, hey, jij daar, uh, arme schooier, uh, jij mag wel stemmen, maar je wilt er toch niet verschoppen in de politiek. Weet je wat? Ik geef jou extra geld als jij gewoon op mij stemt. Wil jij mijn cliënt worden? Ja, dat wil ik wel. En voilà, je hebt een systeem: patronus-cliënt. Dus patronus, een rijke, die stemmen gaat kopen van en... Ja, die cliënt heeft daar zelf voordeel bij, maar daardoor zet hij zichzelf politiek uh, buitenspellen. Uh, en in de Romeinse Republiek, dus iets wat ja, toch wel een stuk complexer is, had je net als in Athene vergaderingen. Je had de Senaat en je had de volksvergadering. De Senaat is nieuwe benamingen. In de Senaat had je de paterfamilias van de families uit het patriciaat. Moeilijke woorden. Paterfamilias, de oudste nog levende man van de familie, uh, en die waren van het patriciaat, dus van de grootgrondbezitters. Maar wie mocht er nog in de Senaat? Dat waren ex-magistraten, die belangrijke uitvoerende posten. Dat kan je vergelijken met ministers vandaag. Dat heeft een bepaald aantal, niet zo superveel. Moeten echt niet kennen, die aantallen. Uh, niet zo heel belangrijk. Uh, die zetelden voor het leven, ook belangrijk. Um, en die taken waar vooral adviezen geven aan magistraten, nieuwe wetten voorstellen, controle doen op de rijken, Dat zijn heel belangrijke, want ja, het geld in controle, onder controle van de rijken, dat is altijd gevaarlijk. En die mocht ook controle uitoefenen op de, op de magistraten, op die consuls die aan de top stonden in de Republiek. Dat maakt dus een raadgevende en een rechterlijke macht. Die rechterlijke, is moesten ze controle uitoefenen, maar ook omdat de, een patricier en een paardfilië's van het een families. Op zich, die mag recht spreken in zijn eigen familia, dus daarmee heeft hij ook rechterlijke macht. Hè? Naast de Senaat heb je de volksvergadering zijn alle burgers, dus ze hebben heel veel voor het leven, die mochten magistraten verkiezen, belangrijk, wetten stemmen en zelfs beslissen over oorlog en vrede. Dus daarmee een hele belangrijke speler in het, uh, het politieke spel van de Romeinen. Uh, dus die mocht de magistraat verkiezen. Wie zijn magistraten? Dat zijn die twee blokken. Je hebt de consul als hoogste magistraat. Die waren met twee. Die hadden ook een veto recht. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je een ander mocht dissen. En zeggen van: Ah, je zegt iets. Haha, veto. Dus dat komt er niet. Dus stel consul 1 wil oorlog voeren met de Galliërs. Consul 2 zegt: Haha, veto. Ja, dan gaan ze geen oorlog voeren met de Galliërs. Want die blokkeert dat. De veto wil gewoon zeggen: Ik stem tegen. Je mag niks anders voorstellen. Niks anders eisen. Maar dat wil afblokken. En dus die twee consuls zetelen één jaar en die mogen heel wat doen: rechtspreken, republiek leiden, leger aanvoeren en de Senaat en de Volksvergadering voorzitten. Dat zijn dus belangrijke mensen. Hè. Je hebt ook lager magistraten, zoals de Kwijster de, uh, de praetor, de Ideal en zo. Dat zijn allemaal benamingen die te, te uitgebreid zijn voor wat dat jullie zouden moeten weten. Ehm. Um, maar uh, dat zijn dus ja, gewoon verkozen burgers die wat dezelfde taken hebben. Dus bijvoorbeeld de schatjes controleren, rechts spreken, maar dan zo meer geïsoleerd. Hè. De consul is de hoogste magistraat. Dus heel wat dingen komen precies wel overeen met Athene. Hè. We gaan eens kijken. Dit is een schemaatje van Athene. Wat er nu bij komt, is uh, hoe het zat in Rome. Dus in Athene had je een raad van 500 die de volksvergadering voorbereidt. Die bestond niet meer in, uh, in Rome. Daarom de kleur rood. In Rome had je een andere vergadering, dat is de senaat. Um, het is wel bizar om die twee naast elkaar zitten, want die hebben eigenlijk andere uh, bevoegdheden, maar toch om het schema duidelijk te maken, overzichtelijk te maken, doe ik het gewoon lekker. Toch. En dus de senaat die waren niet uitgeloot, die, die waren dus ja, die patriciërs uh, of ex magistraten, die waren ook niet wetgevend, die waren eerder raadgevend, maar die waren vooral controlerend heel sterk, omdat die uh, veel invloed konden uitoefenen, met die controle voer op de magistraten en ook het geld onder controle hebben. Hè. In Athene had je een volksvergadering, die heb je in, uh, in Rome ook, ook alle burgers ook voor het leven. Maar in Rome wou ze res publica, zaak van het volk. De volksvergadering heeft meer macht. Want die beslist dus ook over oorlog, uh, over uh, magistraten die worden aangeduid. was eigenlijk een heel belangrijke instantie. Die magistraten in Athene die werden uitgeloot, want ja, dan wou je popul niet populair zijn omdat je kon worden weggestemd met ostracisme. Um, als je weet wat dat is, niet van wakker liggen. Uh, in Rome werd je verkozen. Dus eigenlijk dat je jezelf ja, populair moest gaan maken om verkozen te worden. En magistraten. Uh, die waren net wat meer uitgebreid, met hoge en lagen hebt in Rome. Maar qua taken, is dat eigenlijk ongeveer hetzelfde. Ook uitvoerend, en die moeten ook vooral besluiten uitvoeren. Die volksrechtbank die er in Athene was, die is er niet echt in Rome. Je hebt daar nog rechtbanken, maar dat is niet meer zo'n volksrechtbank. Want je hebt bepaalde magistraten die rechtelijke macht hebben. Je hebt een paar families die op privévlak de rechtelijke macht heeft. Maar dus belangrijk om te zien, er zijn wel parallellen. Maar het lijkt voorlopig dat de, de Republiek van Rome iets beter in elkaar zit dan de democratie van Athene. Iets rechtvaardiger. Zullen we eens kijken of dat echt zo is. Hè? paar krachtlijntjes die niet in die schema stonden, om uh, het verhaal aan te vullen, is dat in de Romeinse Republiek de spreuk spq erpten. Senatus Populus Romanus*. romanis. En daar is eigenlijk heel dat gedachtegoed van de res publica in verweven. Senatus, senaat, Populus, people, volk. K betekent gewoon N. Dus dan heb je senaat en volk. Romanus, Romeins. Dus senaat en het Romeinse volk. In die spreuk zit eigenlijk in dat je de macht verdeelt tussen de senaat en het volk. En de res. Publica, hè? Zit er heel duidelijk in. Uh, en wat we waarborg, had je twee consuls aan de top uh, die een veto hebben, in elkaar kunnen afblokken, die ook maar na tien jaar verkiesbaar zijn. Uh, en blijft burgerschap heel belangrijk. Hè? Het blijft een patriarchale samenleving, een mannensamenleving, um, waar eigenlijk de vrouw niet zo heel veel te zeggen heeft op politiek vlak. Hè? Um, als andere tendentie ook dat er veel meer macht is aan het volk, he, want de volksvergadering kiest magistraten, en de Senaat is officieel eerder raadgevend. Daarnaast heb je in vergelijking met Athene in, uh, in Rome verkiezing in plaats van loting, en daar werd corruptie en vriendjespolitiek in de hand. Dat is belangrijk voor ons besluitje van Sabiet. Dat je in Rome dus eigenlijk er alles aan kon gaan doen om jezelf toch maar verkozen te krijgen, terwijl dat in Athene iets meer willekeurig was. Magistraten waren ook uh, belangrijker. Hein? Respublica, volkse bevoegdheden. Je hebt heel veel ambitieuze jonge mannen. In uh, Griekenland had je dat, in Athene had je dat minder. Want daar had je dus ostracisme, dus schervenrechten. Je kon worden weggestemd met potscherven. En die Atheense volksrechtbank is eerder verschoven naar Romeinse magistraten. Dus echt een volksrechtbank zou ik het niet noemen. Dus, dan gaan we eens nagaan. Als slot, besluit van, is er nu eigenlijk in Rome sprake van een democratie? Want ja, die twee thema's die komen blijkbaar toch wel heel goed overeen. Je moet altijd wel verschillen hebben. Hè? Maar qua krachtlijnen lijkt op elkaar. Heeft Rome echt een democratie? Demos echt een, een, uh, een zaak van het volk. Um, en die nagaan. Dus een schemaatje. Je kan het ook thuis overnemen. Want dat is een heel uh, nuttig schemaatje waar eigenlijk alles in wordt samengevat. Je hebt ten eerste als vergadering de Senaat. Je hebt daarnaast nog een vergadering in de Republiek en dat is de Volksvergadering. En die twee zouden eigenlijk evenveel macht moeten hebben. Dus wij gaan nagaan of dat zo is. In de Senaat heb je doorgaans vooral patriciërs. Dat zijn uh, de grootgrondbieters, de rijken. In de Volksvergadering heb je vooral het volk, die noemen wij plebeers. Dat zijn eigenlijk de gewone standaard mensen, de boeren of zo. Het gewone volk. Voor de rest de vreemdelingen en de slaven, die hebben niks te zeggen. Uh, patriciërs zijn vaak patronus. Patronus, dat ik uitleg, dat is zo dat jij um, stemmen bijvoorbeeld kan kopen van, uh, van armen. Dus je bent economisch sterk en je gebruikt dat om andere mensen ja, ten dienste van jou te zetten. Dat die klusjes voor jullie doen. En degene die klusjes gaan doen zijn vaak plebeers, die dus cliënten zijn. Um, omdat die ja, toch niet echt veel te zeggen hebben in de politiek. Uh, en daarmee toch een klein beetje extra economische winst hebben. Hè. En vreemdelingen en slaven, they have no power there, dus die hebben eigenlijk gewoon niks te zeggen. Hè. Dat is onze kracht, vandaar vertrekken we. En ik denk dat als dit systeem nu gewoon bestaat, zonder patronus is dat dat misschien wel had gewerkt. Maar het is die patronus clientes dat ervoor zorgt dat het toch niet is gelukt. Hè. Weer een spoiler. Want wie zijn plebeers? Dat zijn vooral arme boeren. En die arme boeren die moesten door de veroveringen. Werk op het veld van de patriciërs. Denk nog eens aan dat verhaal. Dus, arme boeren waren soldaten. Soldaten keren na de oorlog terug op naar hun veld. En hun veld ja, is onbewerkt. Die hebben dus geen inkomsten. Die hebben snel inkomsten nodig. Dus, die rijken die komen af en die zeggen: Hé, hey, arme plebeer, weet je wat? Ik koop jouw gronden wel even voor deze cheap prijs. Dan kan je weer een paar maanden verder en uh, ja, zoek dan maar andere werken. En die plebeers die moeten dat wel doen, of die verhongeren gewoon. Hè. Dus die werken zelfs niet op hun eigen veld. Die zijn afhankelijk van hun patricier. Zie je het daar al, hè. patronus clientes. Hè. Uh, daarnaast was in Rome de politiek onbetaald. Dus plebeers die hebben nu gewoon niet de middelen om even naar Rome te gaan, om een politieke functie uit te oefenen. Die kunnen dat niet. Die kunnen je zeggen van, ah, hey, uh, baas, ik ben ver weg van mijn veld, voor een paar maanden of zelfs een jaar, als je consul wilt worden. Uh, ik ga mijn politieke uh, carrière lanceren en, uh, ja... Die hebben dan geen inkomsten, dat lukt niet. Wie kan dat wel? Dat zijn de patriciërs. Want die zijn rijk. Dat zijn grootgrondbezitters die werken zelfs niet eens op hun eigen grond, want dat doen slaven of arme boeren. Dus die hebben een passief inkomen. Die moeten niet werken, maar krijgen toch geld hè? En die geven de extra middelen die die hebben, dus geld of zo, uh, aan cliënten in ruil voor politieke steun. Dus die plebeiers, onder je schema is bijkomen. Die zitten in een volksvergadering en die hebben een belangrijke bevoegdheid, want die mogen magistraten verkiezen. En magistraten zijn de hoogste posten in de republiek. Denk maar aan die consuls onder andere, dat zijn magistraten. Dus die patriciërs, die zijn rijk, die vragen aan die arme plebeiers: van hey, weet je wat, Je krijgt van mij wat geld als jij op mij stemt, zodat ik een belangrijke magistraat word. Die plebeiers die denken van ja, ik ga toch nooit de politiek in kunnen gaan en die rijke Tata die betaalt mij gewoon om op hem te stemmen. Goh, kijk, dan doen we dat hè. Dus die stemmen op hun patronus. Dat is wel altijd een patricier, want patriciërs zijn vaak patronus en die worden dus magistraat. Dat wil zeggen dat die rijke patriciërs niet alleen rijk zijn, maar nu ook machtig, want die hebben dingen te zeggen. En doordat die rijk en machtig zijn, kunnen ze zichzelf populair maken. Denk maar aan een gladiatorenspel oprichten. Uh, graanuitdelingen doen, brooduitdelingen doen, uh, gewoon ja, reclame maken voor jezelf. En dan maakt dat die nog rijker en nog machtiger worden. Dus eigenlijk die een balans die balans helemaal scheef. Die Senaat, of ja, die patriciërs, die worden altijd maar krachtiger. En de Volksvergadering uh, staat daar nadelig tegenover. Hè. Dus Senaat wint, 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 wint. Want die worden rijker en machtiger. De Volksvergadering is eigenlijk eerder uh, een, een popje geworden. Um, die maar gewoon knikt wanneer de patriciërs iets van hun vragen en wat de cliënten zijn. En die worden dus eigenlijk altijd maar armer en armer en armer. Dus besluit, is er eigenlijk een echte res publica, Is er echt macht aan het volk? Dan kan je eigenlijk besluiten van nee, dit noemen we eerder een, een schijndemocratie. En een schijndemocratie wil zeggen, het lijkt een democratie, het heeft democratische principes, het volk lijkt macht te hebben. Maar het volk is zo hard gelimiteerd tot bepaalde figuren, vaak de rijkste nog een keer, dat, uh, dat we dat moeilijk een echte democratie kunnen noemen, maar eerder een oligarchie. Een oligarchie wil eigenlijk zeggen, hebben we hebben gezien bij Athene, een oligarchie wil zeggen dat een, een rijke elite de macht heeft. Dus eigenlijk een schijndemocratie, wil je daar dan mee zeggen. Goed, dus onthouden. Uh, publica, republiek, belangrijke periode voor Rome, omdat daar Rome groot werd, dat uh, wil eigenlijk zeggen dat het, het volk de macht heeft, maar we hebben nu net in deze presentatie gezien dat dat nu toch eigenlijk niet zo helemaal was door het systeem van patronus clients, dat die, uh, die arme plebeiers dingen moesten doen voor die rijke patriciërs en dat het eeuwig verschoven wordt. Goed, merci om te kijken. Nog opmerkingen? Laat het maar weten in de comments. Ciao, ciao.